Wiowi wordt de opvolger van Nana 492. En wie wordt dus het paard van het jaar 2023? Het publiek, zoals jullie allemaal, hebben gesproken en gestemd. De vakjury heeft zwaar overlegd. En daarmee is de uitslag wie paard van het jaar 2023 wordt. De hengst, die al jaren kampioenen levert op de fokdagen. Een sterpercentage van 67% bij zijn dochters. Zelf sportelite in de drie disciplines. En dit jaar al 4 fraaie modelmerries leverde. Waaronder Berber van Brabantshof, Koba van de Hanenbos, Amarins van Lapineburg en Amalia van de Heemstede. En daarnaast heeft hij al 21, u hoort het goed, 21 kroonmerries gebracht. Daarbij heeft hij met Auwert 514 en Fouke 520 twee goedgekeurde zonen. U begrijpt het. Johannes 484 is paard van het jaar 2023. Nou, daar is je lager verschrikkelijk blieb, maar wij zijn naar de teleurstelling van Vleet die het toen niet net waard. John Borges en Bergwagen en de fokker Johannes Bakker. Toen hier er eigenlijk wel een beetje brekken. Ja, sorry, ik heb het ik al. Maar dan wat luider voor Johannes 4-8-4. En dan stierde ervoor. En dan krijgt er toch die prachtige erepries. Verzinnen te tikken, hè? Ja. Vlaanderen die gaat er nog één keer presenteren. De mede-eigenaren, Fokker, komt erbij. Paard van het jaar. En aangediend op de loop. En John Borges. Met Salle. Johannes, 4-8-4. Juich hem eens toe. Geen enkele kies in optreden, hè?